Wim en Nes. Na afloop van de kuur op Jumping Amsterdam spreken we met een tevreden bondscoach. Tevreden na gisteren. Vandaag hadden de ruiters toch allemaal wat veel foutjes om een optimale proef te laten zien. En dat is jammer. Gisteren hadden we heel veel positivisme, vandaag was het gevoel iets minder. Ja, want als we dan even Adeline eruit lichten, die had er ook duidelijk last van vandaag, hè? Ja, vooral last van de hoek bij Awa, die dus 3 jaar terug nogal wat probleem had, moest stoppen met de proef. Dat heeft ze vandaag niet hoeven te doen, gelukkig. Maar hij had wel duidelijk dat hij daarop terugkwam, op die hoek. En dat zag je in een aantal onderdelen terug. Ja, dat is misschien wel de winst dat ze de proef kan afmaken. Ja. Maar gezien de vorm van Parsifal is dat natuurlijk wel teleurstellend, dit. Ja, teleurstellend is een zwaar woord als je 85% haalt. Maar ze wil winnen en ze moet winnen. En dat is topsport, hè. En als je de tweede plaats dan ben je teleurgesteld terecht. Zullen we even de andere Nederlanders bekijken. Edward Garromanov, wat kun je daarvan zeggen? Dat is natuurlijk een geweldige ruiter. En wat hij klaar speelt, het paard is natuurlijk ongelooflijk. Dus ik denk dat hij tevreden is. Pak in de foutjes. Dan had hij nog wat hoger kunnen eindigen. Maar niet zo'n eenvoudig paard om te rijden. Hij doet een geweldige job op. Ja. Als we dan kijken naar Hans-Peter. Je was zelf wat teleurgesteld. Je had er wat meer van verwacht. Ja, natuurlijk. Hij heeft een paard met heel veel expressie in de draf. Een hele mooie passage. Het klopt eigenlijk dat niet die gisteren nog wel steekjes vallen. Vandaag was het wel beter in mijn ogen. Maar het moet allemaal nog wat meer aan elkaar komen. Wil hij ook kunnen eindigen. Maar zeker een drafwerk, veel potentie. Tot slot Imke Schelkens is onze derde kandidaat om eventueel nog de finale in Gothenburg te bereiken. Wat kun je zeggen van haar proef? Zij was in grote lijnen zelf tevreden. Hoe keek jij daarnaar? Ik was ook tevreden hoor, Imke. Zij gaat duidelijk vooruit. Toets gaat vooruit. Ze kan het nog beter onder controle houden in de proef. Maar dat is ook een groot paard met heel veel lengte in zijn lijf. Hij moet nog kracht winnen en dan kan het nog beter worden. Oké. Wordt dus vervolgd in Neumünster. Kun je even zeggen welke combinatie daar al naartoe gaan? Mijn hoofd heel even Imke met Toets en Patrick. En nog een paar ruiters in de BK. Maurice van Balen ook. Okay. En een paar ruiters in de BK. Dat drietal. Ja, okay. Dankjewel. Okay.